Ja, het is een wonder, hè. Het is en blijft een wonder. Was dat kakken in de broek? Ik hoorde dat. Was dat kakken in de broek? Geweldig. Hij heeft groot gelijk. Maar Mack, jong. Ja, dat was in stereo. En ik krijg een blos op mijn kaak. Dat is niet erg. Dat is niet erg. Het is niet, schat. Dat is meer dan een wonder, Herbert. Maar hoe voelt je? Ja, goed. Nu goed. We hebben de eerste dagen wel zo wat emotionele momenten gehad. Zo die baby blues. Ik dacht altijd van, nee, mij gaat dat niet overkomen. Maar het was wel, bij thuiskomst na 3 dagen in het ziekenhuis toch wel even heftig zo. Mm-hmm. Ja, het is nieuw, hè. Je weet dat je vanaf nu altijd met 3 bent. Tenzij dat er nog eentje bij komt, hè. Maar dat je dat moet verzorgen, dat je daar mee moet bezig zijn. Dus dat was even aanpassen. Mm-hmm. En dan heeft het mij wel emotioneel eventjes genomen. Hè. Dan heb jij gezegd van, kom, kruipt in je bed. Want ja, het was heftig. Maar nu zijn we een paar weken verder. En kijk, het is een rustig baasje. Hij zat ook een klein beetje gedraaid. Mm-hmm. En hij was ook zenuwachtig, dus zijn hartje was vrij snel aan het slaan de laatste 2 uur. En daarom hebben ze ook wel gezegd van, we moeten hier weenopwekkers... ik wil niemand de angst aanjagen of zo, maar op die moment, je doet dat ook allemaal. Hè. Maar ik heb een beetje koorts gemaakt, dus ja, dat was zo wat lichte paniek ook. Hè. Maar hij bleef daar wel allemaal vrij kalm bij. Uiteindelijk, maar toch... op het moment zelf moet je 100% vertrouwen... He, op de gynaecoloog en de kinderartsen die daarbij zijn. De navelstreng zat dan ook nog eens rond het nekje. Dus dat was allemaal vrij snel. En dan achteraf, uiteraard, emotioneel... Ja. Begint dat door te sijpelen en besef je van... Wat hebben wij hier gedaan? Heftige dag eigenlijk. Ja. Ik zie mij daar al staan, hè, naast het podium. Met Mack erbij. En de koptelefoon op. Ja, tuurlijk. Ik wil de mensen ook, want onlangs kreeg ik een vraag. Ja, maar je gaat dat toch nog doen, hè? En wanneer kom je terug naar Ment? Ik kom terug, hè. Mm-hmm. Ik kom sowieso terug, hè. Het zal deze zomer zijn, hè, in juli. Of misschien in juni, dat ik al eens zin heb om een aantal dingen te komen doen. Langzaamaan, maar ik wil vooral echt eerst genieten van die eerste weken en maanden. Want dat komt ook niet meer terug, hè.